Na een lange aanloopstrook bergop wipt Vervecke als eerste de modderbrei in voor De Klerk en Chimounec. Belgisch kampioen Mark Janssens neemt een minder goede start. Hij draait in 20e positie. Vooraan is de schifting snel gevoerd. De Zwitser Wabel, Nederlands kampioen Van der Poel en wereldkampioen De Klerk nemen snel een beslissende voorsprong. Alleen Ben Berde kan de schade nog beperken. Maar Janssens van Sandvliet, Groenendaal, Daalmans, Chimounec en Vervecke volgen al snel op een halve minuut. Daarbij geen Sven Nys. Na pech verliest de Brabander te veel tijd. Meer dan een ereplaats zit er niet in. Mario De Klerk en Adrie Van der Poel domineren de hele wedstrijd. Op het loodzware parcours rijden ze de tegenstand op een hoopje. Beat Wabel is de beste achtervolger. Dan volgen Peter van Sandvliet en Mark Janssens. Ben Berde krijgt de weerslag van zijn onbesuisde start en past. Hij zal ook door de ploegmaats Nys en Groenendaal voorbijgereden worden. Vooral in de afdalingen is het gevaarlijk glad. En zowel Groenendaal als Nys gaan hier bijna tegen de grond. Deze peuter droomt nu al van een veldritcarrière. Vooraan blijven Van der Poel en De Klerk broederlijk samen. Voorlopig toch. Wabel blijft derde en Van Sandvliet heeft Janssens in de steek gelaten. De Belgische kampioen krijgt eerst het gezelschap van Groenendaal en later ook nog van Nys. Janssens finisht pas zevende. Mario De Klerk wacht niet op de spurt. In de laatste ronde is hij sterker dan Van der Poel. Ondanks de finale van de Wereldbeker morgen is hij toch voluit gegaan. Ja, op een bepaald moment zit je in de omstandigheden dat je voor de overwinning gaat. En, ja, als je nu op zo'n parcours, je moet toch lopen, 1 of 2 minuten achter zitten, blijft toch hetzelfde. De benen gaan toch op.